Ivan, remise met zwart. Tevreden? Ja, soort van onduidelijk eigenlijk. Ik wilde meer, daarom heb ik Siciliaans gespeeld. Als ik tevreden was met remise, dan speelde ik E5. Maar de stelling was eigenlijk onduidelijk. Ik denk heel moeilijk om te spelen voor beide kanten, want op een moment heb je min of meer een pawn race. En ja, pawn race in eindspel is altijd heel erg moeilijk in te schatten. Dus ik zou later checken wat zal computer zeggen, maar ik denk dat in principe remise is objectief uitslag. Ik ben niet onder de indruk dat een van ons twee heeft wat bijzonder gemist. Okay. Ivan, algemeen was de indruk gisteren bij de aanwezigen dat je niet een hele gunstige loting hebt gekregen. Hoe kijk je daar zelf tegenaan? Nou, ik zou liever willen een keertje meer wit en liefst tegen Luke en Jordan ook wit. Ja, maar goed, dat is nu niks aan te doen. Ik moet gewoon doen met wat ik heb. Ja. En proberen het best van te maken. En dan heb je die loting. Je past je ambities dan aan of zeg je net als voor het toernooi, ik ga voor de titel? Nee, ik pas mijn ambities niet aan. Ik pas mijn plan aan. Dat is het enige wat ik kan passen. Okay, daarom heb ik vandaag Siciliaans gespeeld. Anders had ik dat niet gedaan. Maar goed, okay, het is de remise. Ik kon beter, kon erger. Ik denk dat het is objectief uitslag. Okay. Ivan, dankjewel en succes verder in het toernooi. Bedankt.